klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellen. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 59. Ik ben Michiel Beemster. En anderhalve meter van elkaar hier in het wederom in het Medisch Bruidshuis. Legendarische locatie zitten we weer, jongens. Tussen de jurken. Ja. Wilco, zijn we een beetje hersteld van de kerst? Ja, zeker. Het was wel een gekke kerst. Was dat voor jullie ook? Was het een gekke kerst, echt? Ja, dat is, nee, maar ik bedoel, dat telt voor iedereen, toch? Ja, bedoel, nee, dus ja, zeker, was, zeker. Nee, maar het was een heerlijke kerst. Ja, zeker. Veel te veel gegeten, maar ja? Ik denk dat voor jullie, ja, dat is altijd niet kerst. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet echt te veel gegeten en te veel gedronken. Oh. Omdat normaal ga je dan naar familie toe en dan ga je daarin en daarin. Ja, nu ben je toch over het algemeen, ik was over het algemeen thuis en... Ja, dan eet je wel, maar ik moet ook zeggen dat ik in het weekend altijd wat anders leef dan door de week. Dus bij mij was het niet echt anders. En je hebt boodschap gedaan voor de hele familie, de hele kalkoen besteld. Ja, zeker? De kalkoen besteld. Ja. Nou, ik had, moet wel zeggen, ik had van een van mijn compagnons had ik een wijnspijsbox gekregen. Met allemaal verschillende wijntjes en allemaal verschillende kazen. En nog wat chocolade erin. Die hebben we tweede kerstdag samen met mijn vrouw nog eventjes lekker opgepeuzeld. Ik moet zeggen dat niet alle kazen me heel erg bevielen. Het is ook geen aanrader als je een week al een box hebt staan met allemaal kaas erin die je dan een week later pas gaat opeten. Ja. Maar ja, weet je, dat zijn altijd leuke dingen. En ja, ik moet zeggen, ik ben echt wel een rode wijnliefhebber. Dat weten we ook van onze podcast die we in Limburg hebben gedaan. Ja. En ik ben nu uiteindelijk toch wel erachter dat een Primitivo van het huis wat ik nu heb, jongens, dat is echt gewoon goddelijk. Ik weet dat er Barolo-fans zijn, Amarone-fans zijn, maar een Primitivo die ik heb, die gaan we toch een keertje hier ook Klein, aan klein beetje kritiek gelijk. Waar is hij? Ja, dat is waar, nu, je zit dus nu lekker te maken met een heerlijke wijn, maar gasten... Het is een beetje dan? Vloek in de kijk, hè? Want kijk, beter hier als broeder de Tuk, de wijn, de bierman. Ja. Ja, dan kan ik natuurlijk niet met een fles wijn komen, weet je wel. Ja, des te meer voor ons. Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, maar ik dacht, het is nu maandag als we opnemen. Het weekend is net geweest. Het is maandag, ja. De kerst is net geweest. Het weekend is vierde kerstdag. Daarom, ik dacht, weet je, normaal gingen we waarschijnlijk wel uit op deze dag. Vroeger. Ja, vroeger wel. Ja, ik had dit weekend wel heel veel tijd om te swiften. Dat was dat heb ik nog nooit met kerst gedaan. Omdat je in de week zegt, je gaat langs familie, je doet dingen. Maar ik heb heel veel kunnen swiften. Ja, ik heb wel wat hard gelopen. Maar swiften, dat heb ik echt al een tijd niet gedaan. De meeste als ik hem nu gewoon op mijn rollen zet, om het zo maar te zeggen. Tenminste hoe noem je dat? De tax. Dan doe ik Zwift niet aan. Dan kijk ik gewoon een serietje. Er zijn zoveel series nu die ik nog moet kijken. Dus ja, ik doe beide. Ja. Ik heb en Zwift aan en ik kijk serie. Ja, ik zit in mijn schuurtje en is mijn wifi nogal slecht. Dus als ik dat het een doe, dan kan het andere weer niet, weet je. Dan moet ik nog even fixen. Nee, joh, die van mij staat keurig geïnstalleerd op zolder. En dus ik heb alle voorzieningen daar zo. En dat is prima Zwift aan. Leuk. Peter, hoe was jouw kerst? Ja, rustig. Ik denk net als heel veel andere mensen. Hè. Lekker een rondje gefietst. En lekker gegeten thuis. En voor de rest niks gedaan eigenlijk. Heel chill. Heel chill. Hey, het bevalt me eigenlijk wel hoor. Maar soms is het ook wel gezellig met familie. Maar ik vond het niet verkeerd of zo. Ik moet wel zeggen, er zijn extremen dat het soms wel een beetje too much is. Maar zoals dit jaar, ja. Ja, weet je, het is niet anders en het is precies. Een beetje overleven. Als je het beste van maakt, heb je even een mooie kerst. Je ziet het coronaspook hangt wel ook in deze regio waar wij vandaan komen. De regio wisselt echt wel om ons heen. Je ziet ook dat er heel veel mensen echt steeds meer positief testen. En dan denk ik van ja... Het is echt wel belangrijk dat we gewoon thuis blijven. Want het is hier een tijd rustig geweest, maar het is nu wel echt een brandhaard. En daar schrik je dan toch alweer van. Helaas wel. Ja. Ja. Hey, nog eventjes wat positieve dingen. Het was een mooie shout-out van Het is Koers. Hè? Die hadden ons meegenomen in hun nieuwsbrief. En ook in Het is Koers TV werden we nog even opgenoemd. Ze vonden dat wij de laatste podcasten... Nou, mensen vinden het soms een beetje dat wij een beetje op onze eigen rugkloppelij doen. Maar weet je, het is gewoon tof dat die gasten dat doen. En ik denk ook dat het een mooie reeks was met Herman Ram, met Steven van der Zwan, met René Hooghiemster, met onze grote vriend André Jansen. Ja. En noem maar op.
Dus voor, ja, ik denk dat mensen het leuk hebben gevonden. En dat was terug te zien in de luistercijfers. En daar zijn we gewoon heel blij mee. Hè? Ja, zeker. Nou ja, we hebben er zelf ook heel veel plezier aan gehad. Ja. Dus absoluut leuk. Ja. Ja, het is misschien ook wel een idee om gewoon om die lijn toch wel door te trekken. We hebben nu een hele reeks met wielerverhalen luisteren. Wielerverhalen vertellers. Die naam moeten alleen nog even. Dus dat bek niet lekker. Dat hebben we nu gedaan. En ja, het is ook wel leuk om eens een keer wat mensen aan het woord te laten. Die toch even net anders met het wielrennen betrokken zijn. Ja. Ja, een hele andere kijk van het wielrennen. Niet in de koers, maar wat er eigenlijk om de koers gebeurt. Ja, en wel heel belangrijk. Hè? Dus zoals Pro Cycling Stad, wat we vorige keer al bespraken, is bijna onmisbaar in de koers tegenwoordig. En ja, dat verhaal hoor je eigenlijk nooit. Nee. En nu, dan heb je een uurtje met hem zitten praten, even ruim een uur. Ja, dan weet je gewoon eigenlijk heel veel meer hoe het gaat. Ja, nou, hij had natuurlijk ook eerst een rondje met ons gefietst. En daarna nog de podcast. En dan heb je echt wel, je creëert toch een beetje een band. En je begrijpt ook wat meer hoe dit allemaal precies gaat en zo. Ja. En ik kijk nu ook eerlijk gezegd toch even anders naar de tweets van Pro Cycling Stats. En ik vind het ook vet, hij zit ook nog steeds druk met de Favorite 500. Ik denk dat wij een van de eerste waren die gestemd hadden. Ik weet het wel zeker. Ja, en ik zag net dat hij een tweetje deed. Want hij gaat dus deze dag, nemen we dus maandag op. En hij gaat dan vandaag van start, gaat hij aftellen. Dus ook wat we toen besproken, gaat hij toch wel doen. Ja. Met elke keer 10 renners en dan telt hij af naar 500. En ik zag dat in de eerste 10 renners stond vandaag een tweet van... Daar zit een opkomende vlogger in en een oud-tourwinnaar. Dus ja, dan weten we wel wie die opkomende vlogger waarschijnlijk is. Dat zal onze andere vriend natuurlijk wel. Of niet zijn vriend, onder andere ook vaak in de podcast is Bas Tietema wel zijn. Dat kan toch bijna niet anders. Nou ja, ik had wel verwacht dat hij misschien hoger was gekomen. Ja, nou ja, die heeft dan toch de top 500 gehad. Maar ja, ik weet niet wie een andere opkomende vlogger is. Ja, dat is eigenlijk zonde, hè, want het is... Het is leuk voor hem, maar het is niet volgens mij... Nou ja, ik heb ook bijvoorbeeld geprobeerd Peter Koningen nog in te pluggen. Ik heb sowieso ook op jou gestemd. Ik denk niet dat er veel stemmen eerlijk gezegd. Ja, we kregen nog iemand anders die zei, ik heb twee, het ook gedaan. Drie, je vader heeft waarschijnlijk ook wel. Heb jij niet op Peter gestemd? Jawel. Oh, dan heb je al 4 stemmen. Ja, ja. Ben benieuwd. Ja. Ik kan nog een plekje vlijen in mijn lijst. Je kon het niet bedenken. Ja, maar ik vraag me dan hoeveel stemmen je nou nodig hebt om die lijst. Dat kunnen we nog een keer aan Stefan vragen. Van hoeveel stemmen we nodig hebben. Want hij had echt wel, het waren duizenden stemmen. Dus dan zul je wel iets meer dan 4 stemmen nodig hebben om hier te komen. Maar aan de andere kant is de nummer 1 al duizenden stemmen heeft. Misschien is het nummer 500 dan een 3 stemmen genoeg. Als Olano er ook maar in staat. Ja, dat ben ik wel benieuwd. Ja, ik ook. Ja. ik denk het eerlijk gezegd niet, maar doet er ook niet toe. Nee. Doet er ook niet toe. Hey, wat anders natuurlijk wat echt wel echt in het nieuws was de laatste tijd. Dat was toch weer Jumbo-Visma. Ja. De documentaire Code Geel van Kees Jongkind werd uitgezonden op tv. En we hebben hem eerst allemaal even gekeken voordat we met elkaar het zouden bespreken. En het is nu even een momentje. We hoeven niet allemaal de analyse van de analyse te doen. Maar er vielen wel een paar dingetjes echt wel op, hè, uit die documentaire. Ja, het ging eigenlijk het meest over Tom Dumoulin. Ja. En natuurlijk begrijpelijk dat de grote sterren zoveel mogelijk in beeld komen. Maar ik vond het zelf een beetje eentonig. Ik had wel een beetje flashbacks af en toe naar hoe het was in de bus. En ik zei tegen die arme vrouw ook van, dit mis ik toch wel af en toe. Ja. Weet je wel, dat gevoel van voorbespreken, nabespreken, dat soort dingen. Maar het ging in mijn ogen veel te veel over Tom en over zijn problemen. En ik had heel graag willen zien hoe Gesink of Wout van Aert zich voelde. 'S Ochtends opstaan bijvoorbeeld. En iemand die een geintje maakt bij het ontbijt of dat soort dingen. Ja. Ja, dat zijn echt de leuke dingen die de renners zelf ook leuk vinden. Nou ja, kijk, als je 500 uur, zat er 500 uur toch of zo? Ja, 100 uur, ja, in ieder geval heel veel uur. 100 uur zal het eerder zijn, denk ik. Heel veel uur opnames. En als dit er dan is, dan denk ik van ja, weet je... Het viel me eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Er werd een soort beeld van Dumoulin geschetst. Dat hij alleen maar aan het zeuren was. Dat hij alleen maar continu de hoofdrol opheiste. Er werd zelfs op een gegeven moment gezegd, we denken nu niet meer aan Tom, maar we gaan aan het team denken. Het leek net een beetje alsof Tom Dumoulin wel een hele negatieve rol had. En dat zal hij misschien best wel... je ziet ook wat we vaker besproken, dat de onzekerheid bij hem overheerst. Ja. Hij is overal onzeker over. Hij kreeg nog de zitvlak, zitzak. De zitzak. De zitzakproblemen. maar ja, goed, weet je, en dat overheerst. En op een gegeven moment dacht ik ging hem eigenlijk even notities bijhouden per etappe, om even te kijken wat gebeurt er nu precies en een beetje te analyseren. Ik had op een gegeven moment etappe 1, Tom Dumoulin doet dit. Etappe 2, Tom Dumoulin dit. Etappe 3, etappe 4. En elke keer ging het over Dumoulin, terwijl eigenlijk Roglic de kopman uiteindelijk was. En je ziet gewoon de rest helemaal niet in beeld. Je hoort Tony Martin één dingetje zeggen, je hoort Gesink op het eind een beetje wat zeggen. Wat ik voornamelijk heel jammer vind ook, is dat er waren ook helemaal geen gesprekken tussen de renners, zeg maar, wat naar voren kwam. Ja, ja. Op het eind zie je wel dat Bennett
met de ploegleider eventjes een kleine woordenwisseling heeft om de teleurstelling een plekje te geven. Maar gewoon tijdens de ronde helemaal geen gesprekken tussen de renners in op de massagetafel of ja. Dat ze bij het ontbijt, wat je ook zegt, alles bij het eten. Alles over Dumoulin. Als je maar dat was klaagt, heel oppervlakkig allemaal. Ja. En ook gewoon tussen het management en de renners. Helemaal niks van gezien wat voor overleg er is. Alleen de positieve dingen. Je hoort de water aan het wind en dan horen ze juichen en dan verder. Ja. En ik denk van, daar kan je toch iets verder op inzoomen. Ik bedoel, een beetje positiviteit is altijd wel wat mooi. En kijk, je hoort op een gegeven moment in die tweede etappe dat Van Aert zijn fiets geeft aan Dumoulin. En dan zegt Roglic tegen Van Aert van, weet je, goed gedaan en het komt wel dit en dat. En dan zegt Van Aert eigenlijk zoiets van, nee, ik ben niet tevreden, maar ik vertel het later wel. Maar volgens mij was het, niet eens Van Aert die zijn fiets moest inleveren. Want volgens mij werd er heel duidelijk gezegd dat Koes moest wachten. Ja, maar die moest wachten, maar die kan natuurlijk niet zijn fiets geven. Nee, maar goed, het was Wout Van Aert natuurlijk. Vanuit nature dat hij stopte en zijn fiets afvalt. Ja, maar meer, het gaat meer om het feit dat het gebeurt. Maar dan wil je eigenlijk, je creëert een verhaal, want je neemt het op. Dus het wordt spannend en er wordt niet meer teruggekomen. Nee, precies. Nee. Dan is het toch altijd je kan altijd de vraag stellen, volgens mij, als documentaire maken van wat speelde er? En dat komt helemaal niet terug. En zo zijn er wel meer dingetjes dat, op het eind zie je natuurlijk dat de gele trui verloren gaat. En je ziet dat ze allemaal aannames doen over Pogacar. Alleen koppel dat er even terug dan. Ja. Ik bedoel, laat dat dan op een gegeven moment. Toen hadden we dus de beelden in de bus willen zien. Toen hadden we het in het hotel de beelden willen zien. Ja, maar het gesprekken ook, kijk, onderling. Die gasten reageren allemaal uit pure wedstrijdadrenaline. Ze reageren allemaal puur uit emotie van, hoe kan dit gebeurd zijn? En wat is er gebeurd? En dit en dat. Maar ik zou het heel tof zijn vonden. Oké, laat ze een maandje later nog eventjes het analyseren. En of ze dan hetzelfde zeggen. Ja. Want als wij bijvoorbeeld in een voetbalwedstrijdje vroeger speelden en na een voetbalwedstrijdje werd er tegen ons gezegd, heb je terecht gewonnen of heb je terecht verloren? En als we verloren, zouden we altijd zeggen, nee, het is totaal onterecht. Ook was 5-1. Dat was dikker afgeveegd. Waren altijd het beste. Ja, maar goed, ga dan de maand later eens even kijken en zouden zeggen, ja, we waren echt vet slecht die dag. Ja, goed, dat is wel lastig, want het ging nu natuurlijk wel echt wat er tijdens de ronde is gebeurd. Maar wat je bijvoorbeeld op het einde zag, dus dat hij in de lift stapt en het is klaar. Het verhaal is niet klaar, want het verhaal gaat natuurlijk veel verder. Want we hebben nog een zondag met een etappe en wat er tussenin valt. Hij heeft zijn gele trui verloren. Nou ja, laat dan ook maar eens zien hoe hij dan door de ploeg opgevangen wordt. Hoe gaan de renners daarmee om? Dat is toch wat we willen zien. Is het dan ook echt een team of is het geen team? Of dat zijn toch de dingen die we willen zien. Het? En, wie staat erop? Wie staat er niet op? Is Wout van Aert echt een groot winnaar die dan opstaat? Ja, en helemaal in het verhaal. Er wordt natuurlijk een beetje vanuit Ineos nu druk gezet. Van Aert om voor 2022 zijn contract daar te tekenen. Dan ben je juist benieuwd, is Van Aert tevreden? Is hij blij? Heeft hij dit als een goede toer gezien? Of heeft hij dit als iets heel vervelends gezien? Wat is Van Aert voor een mens? Want nu komt hij heel erg vlakker uit. En ik weet bijvoorbeeld de documentaire ooit over Argo Shimano. Zie je ook dat Tom Dumoulin heel vlakker uitkomt. Dan is Kittel bijvoorbeeld heel lovend over hem. Zegt hij, wat reed je hard? En dan zie je Tom heel rustig op de achtergrond. En nu zie je Tom heel dominant in die groep zijn. Op een negatieve manier. Maar ik kan me niet voorstellen dat over die 100 uur of hoeveel het is, dat hij alleen maar negatief is geweest. Want hij zegt op een gegeven moment ook van, de zitlakproblemen zijn weg. En het voelt veel beter. En ik kan weer, dit is een verademing. Maar ik denk dat ongeacht de interesse van Ineos of andere ploegen, ik denk dat Wout prima op zijn plek zit en heel veel vertrouwen krijgt. Want dat zie je gewoon in zijn resultaten. Dat weet ik, maar dat wil ik zien. Dat zijn dingen die je wil zien uit zijn documentaire. Ik denk dat de muntjes gaat vooral op bij Wout. Ik denk dat die langer niet weggaat bij Jumbo. En eerder gaat er ook iets weg. En Groenewegen gaat weg. Dat soort jongens. Daar gaan de muntjes ook wel bij Jumbo krijgen. Ja, maar daarom. Jumbo heeft alle belang bij als sponsor dat ze in België straks gevestigd zijn. En die gaan hem niet wegsturen. Ja, maar het is de beste renner ter wereld dit moment. En die ga je alles wel. Die wil je sowieso behouden. Ja, maar goed. Stel je voor, Roglic ook niet zomaar weggaan. Als ze nou een winst draaien van de 30, 40 miljoen in België straks. Ja, dan gaat er gewoon een miljoen of 7, 8 bij. Ik denk dat meneer Van Eert en nog wel een paar miljoen bijstort. Nou, daarom. Van Aert. Dat heeft hij ook destijds met Dumoulin gedaan, toch? Ja, maar ja, dat is logisch ook. Ja, zeker. Ja. En zeker. Volgens mij gaat het goed met de Jumbo en met de ploeg. Los van elkaar gezien, dus dat geld is er ook wel, denk ik. Kijk, ik vond het ook jammer om. Ze zijn zo goed bezig met alle dingen, weet je wel, voeding en dat ze de kok en al die dingen analyseren. Dat zijn leuke dingen om te laten zien. Wat eet Sepp Koes graag, weet je wel? Zit hij bij het ontbijt en neemt die 2 of 3 eieren en maakt een geintje tegen Bennett van, dat zijn leuke dingen om te zien. En die humor, dat heb ik wel een beetje gemist. Ja, maar dat is ook precies, want op een gegeven moment zie je in die tijdrit, dus die 20e etappe,
of die 20ste, de 20ste etappe, zie je op een gegeven moment Koes even zo'n schouderklopje geven aan Bennett of zo, weet je wel. Ja. Die zit een soort van broederschap, iets heel kleins. Ja, maar die zitten op de kamer, hè? Die slapen met elkaar, dat zijn roomies, dus ja, maar die hebben al een toch... Die moeten gewoon een kamer op die... Ik weet gewoon nog zelf, als je na een koers, dan ben je klaar, allebei ben je gemasseerd, je loopt een keer naar de foodroom, je pakt wat snackies, dat soort dingen, je gaat terug op je bed. En dan leg je met z'n twee op je bed of een filmpje te kijken, of je praat nog over wat er gaat komen of dat soort dingen. En soms ben je gewoon een uur lang, sta je naar het plafond. Ja. En dan praat je over wat dat is gebeurd en dat gaat komen. En dan ben je met je roomie, ben je daar aan het over aan het hebben. Oké, nu was de corona er, dus er was soms alleen. Maar toch vaak gingen die jongens wel bij elkaar. Ja, ja, en dat zijn leuke beelden om te laten zien. Ja. Ja, dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien. Bouwlauw gebeurde dat wel. Ja. Ja. Op de kamer. Hoe is dat? Ja. Dat zijn leuke dingen inderdaad. Ja. Vet dat de NOS het gedaan heeft. Zeker. Goed geprobeerd. Maar de uitwerking en wie zijn wij om dat te zeggen, is gewoon, dat had in onze ogen wat meer uitgehaald kunnen worden. Onze verwachtingen liggen hoger, laten we daarop. Nou ja, wij willen wat dieper erop ingaan. Ja. Misschien voor een gemiddelde kijker is dat een fantastische doku. Ja, die er niet over nadenkt. Die sluit het af. Nou, dat was een leuke doku. Ja, wij willen meer zien. En ja, dan, we willen dieper erop ingaan. Ja. Oké. Nou, misschien komt er ooit nog van die andere 100. Maar ik hoop dat ze er nog veel meer gaan maken, hoor. Want kijk, ze moeten ergens beginnen. Tuurlijk. En het is echt wel een toegevoegde waarde voor het wielrennen om zulke dingen te brengen. Ik denk zelf ook, dat zei ik tegen jullie, als het een mooie reeks was geweest, bijvoorbeeld 10 afleveringen, dat je veel meer erop in kunnen zien, in kunnen zoomen, had je veel leukere serie gehad. Ja. Ja, jongens, het is niet anders. Wij gaan ook gauw verder. Eén dingetje wil ik daar nog wat toevoegen. Wat ik dus wel... Je had het net ook over materiaal. Ik vind dat die helm kwestie, we hebben het nu ook gezien. Ik vind dat echt knullig vanuit Jumbo. Er is al twijfel en het kapje moet dan af. Of zijn venster, zeg maar. En dan zit die helm, die zit veel te hoog. Als jij, Peter, jij kan dat het beste uitleggen. Maar als jij in windtunnels traint, test, weet ik het allemaal. Dan kan dit toch niet gebeuren dat er twijfel is over een helm. Ik denk dat dit goed doorgetest is. Als je het nog weer terug op... Voor mij heb ik het eerder ook gezegd. Dat is gewoon een kwestie van gewicht, aerodynamica. Al die dingen bij elkaar, rijwind. Dus je moet niet denken, als je bergop rijdt, is 35 graden. Dan is zo'n aero-helm echt een bok heet. Dus dan heb je echt gebaat bij dat er veel koeling in zit. Dus als de vizier hebben zo groot gemaakt. Dus dan als je hem afhaalt, dan heb je heel veel verkoeling. Precies. Dus dat is super slim. Maar ja, wat je zegt, hij zakt eigenlijk waardoor het zweet van zijn hoofd af. En ze hebben dat gewoon willen bewaren tot die laatste tijdrit. Als geheim wapen, zeg maar. Maar ja, ze hebben niet waarschijnlijk getest. Als je een uur lang dat ding op je hoofd hebt... En maximaal in 30 graden. Het gaat eraf. Dat het nat wordt en dat we afgeleid en dat soort dingen. Ja, zonde. Ja. Jongens, we gaan er een grote streep onder zetten. We gaan verder met eigenlijk onze serie. We hebben vandaag weer een mooie gast. Een mede-West-Fries. En West-Friesland ligt natuurlijk niet in Friesland, maar dat ligt in het Holland, waar wij vandaan komen. En het is toch wel een van de meest succesvolle... West-Friese als het gaat om wielrennen de laatste jaren. Want we kunnen niet zeggen dat er heel veel West-Friese en Nederlands kampioen wielrenners zijn geworden. Dat is deze jongen wel. Ja. Hij is net gestopt met wielrennen. En eigenlijk hadden we hem daarvoor in het vizier. Alleen het was de tijd haalde ons in. Prima. Hij heeft onder andere de Ronde van Drenthe gewonnen, de Helft van Mergeland, de Grand Prix Cyclist La Masia. En hij is dus Nederlands kampioen geworden. Bij de profs. Bij de profs. En dat betekent dus dat hij een heel jaar lang in het Rood en Blauw mocht rijden. Hij heeft een mooie carrière gehad van Van Kanselij naar Lotte Belisol naar Roompot. En uiteindelijk is hij gestopt bij Team Total Direct Energy. Niemand anders dan Pim Ligthart, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Ik zei voor de podcast tegen jullie al, het is een soort iemand van een idool, zeg maar. Hè? Dus iemand die je dan, als je klein jongetje op het voetbalveld staat en dan zie je iemand van een hoger team spelen, dan denk je, oh, die is echt goed, weet je wel. Terwijl hij helemaal gewoon onbekend is, maar in het dorp is hij dan bekend. En ik had dat een beetje met Pim, dat ik dan klein mannetje was en dat ik dan stond te kijken van, oh, zal ik net zo goed worden als Pim, weet je wel, bij de club. En uiteindelijk heb ik dat wel af en toe stiekem nagekeken. Ja. Leuk, man. Heb je hem ook in je toplijstje gezet van Pro Cycling Stats? Eigenlijk is het wel een rennen waar je heel kunnen, veel gevoel... Zeker. Nou, ik weet eigenlijk niet meer. Ik heb al lijsten ingevuld, maar kijk, mijn gevoel ging nog steeds naar Cancellara en Bonen en die jongens die het voorjaar kleuren. Dat vond ik echt mooi. Ja. Dus die heb ik ook erin stilgestaan toen. Nou, misschien ook niet. Ik weet niet meer. Ja. Ik weet echt niet meer welke 15. Ik weet dat Cancellara en Bonen ingezet had. Ja. Maar, Hey, zullen we maar gaan bellen? We gaan hem bellen. Goed idee. Nou, volgens mij hebben we inmiddels contact, Pim. Welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Leuk.
Peter, die, we hadden net al eventjes je kort voorgesteld. En Peter had echt wel mooie lovende woorden. Want het schijnt dat, dat jij vroeger het idool was van Peter. Nee, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, Peter. Nee, ik vertelde een beetje van, als je jong jongen op voetbalveld bent en je kijkt wel eens naar hogere klasses, hogere categorieën en dan zie je iemand spelen en denk je, ah, die is echt goed, weet je wel. En ja, ik zei, Pim was zo'n renner bij onze club bij HTC die een paar jaar ouder was en die dan bij Team Wenders rondreed met een witte fiets met een blauwe Gerre logo erop. Denk je, ja, dat is echt mooi, weet je wel. En ja, als jonge jongens kijk je daarnaar. En op een gegeven moment weet ik nog wel dat we bijvoorbeeld naar Ronde van het Lage Land waren kijken bij de junioren. En dan kwam Pim volgens mij net als vierde of vijfde over de finish. Als ik goed kan herinneren in 2004 of 2005. Ja, dat stond me wel bij. En ja, dat ik later zelf daar mocht fietsen, ja, dat vond ik helemaal fantastisch. Maar dat was eigenlijk de eerste aanraking met Pim. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet of ik 4 of 5 was, dat weet ik niet meer in het land. Maar dat was wel voor mij ook een van de coolste waar ik echt naar uitkeek. Mijn broer had dat ooit gewonnen, bij de junioren. Dus dat was voor mij ook wel een puntje op de kalender. Ja, voor mensen is duidelijk, het is Ronde van het Laagland, zeg maar, de junioren klassieker in Noord-Holland een beetje. En ook wel landelijk gezien is het wel eerste wedstrijd van het jaar vaak. En ja, wordt toch hoog aangeschreven. En, ja. En door onze eigen regio. In onze eigen regio, ja. Dus ja, het was een beetje de wedstrijd. En ik mocht later zelf ook winnen in 2007. Dus ja, dat was ik ook voor gebrand, weet je wel. Ik wou ook Pim nadoen en... Ja, dat was wel een beetje mijn eerste aanraak met Pim. Ja, superleuk. En Pim, kijk, wat voor ons natuurlijk extra speciaal maakt. We hebben best wel wat leuke gasten gehad. Alleen, we hebben volgens mij nog nooit een oud-Nederlands kampioen die ook nog eens een keer uit West-Friesland oorspronkelijk komt. Dus dat maakt het al sowieso bijzonder. Want je bent natuurlijk ook een echte West-Fries, hè? Ja, ik ben er geboren en getogen, ja, zeker. Ja, ja. Ik ben gewoon, uiteindelijk ben ik het ziekenhuis geboren in Horen. Maar verder, tot mijn 18e in Twiske heb ik gewoond altijd. Ja. Ja, precies. Dus wat dat betreft hebben we elkaar vast wel vroeger tegengekomen in het mooie West-Friese. Het is het dorp van de verschrikkelijke klinkers. Ja, dat is waar. Ja. Iedereen die wel eens in West-Friese gefietst heeft, weet als je door Twist gaat dat je over de klinkers moet. Ja. Het is geen Parijs-Roubaix, maar het lijkt wel een beetje op. Het rijdt verschrikkelijk vervelend. Ja, ja. Hey, elke dag naar school. Ook dat, ja. Hey Pim, we willen vandaag natuurlijk eventjes kort terugblikken op alles wat je gedaan hebt de laatste jaren, je hele carrière. Je hebt natuurlijk net aangekondigd dat je gaat stoppen. Maar als je zo naar kijkt wat je allemaal hebt gedaan door de jaren heen, dan denken wij dat je kan terugkijken op een hele mooie carrière. En eigenlijk is dat denk ik ook wel de eerste vraag die we je kunnen stellen. Ben je dat met ons eens? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ik gewoon dat ik een hele mooie tijd heb gehad als wielrenner. En ik ben er zeker trots op. Ja, want je bent op een wat andere manier in het profwielrennen gerold. Een paar podcasten geleden hebben we met Thijs Sonneveld toegezeten. En die nam jou toen ook, geloof ik, als voorbeeld. Omdat hij zelf ook toen hij de weg naar de profs maakte, echt via het Franse circuit is gegaan. Kan jij ons uitleggen hoe jij als het ware, als jonge renner, want volgens mij was je ook lid van de wielervereniging in Horen. Hoe zijn die stapjes geweest tot aan dat je je eerste profcontract mocht tekenen? Om heel snel doorheen te lopen. Ik ben inderdaad begonnen bij de HRTC in Horen, dus, de wielervereniging daar zo. En ik begon al heel jong op categorie 2. Daar heb ik alle jeugdcategorieën bij hun doorlopen en toen... zoals Peter net al zei, ben ik bij de nieuwelingen. Was er een vriendje van mij, zijn vader is ook gek van wielrennen, Mitchell Luenders. Zijn vader die ging voor ons een fietsje regelen en die noemde ons Team Luenders. En iedereen pakte een licentie op dat moment nog bij HRTC Horen. En dat is uiteindelijk doorgegroeid in de wielerploeg Zinnengebouw. Ik denk dat Peter ook heeft gefietst. Ja, klopt. Dus daar reden wij als junior. En bij de junioren ben ik opgepikt door Peter Pieters en ben ik eigenlijk in het baanprogramma terechtgekomen. Via die weg is echt het baren. Ben ik meegemogen naar de Olympische Spelen in Peking. Ik was daar reserve voor de puntenkoers en voor de koppenkoers. En na de Spelen in Peking is het Olympisch programma veranderd. Dus toen werden de onderdelen puntenkoers en koppenkoers
waren niet meer Olympisch. En toen heb ik zelf besloten eigenlijk om het dan toch op de weg te willen proberen. Ik reed toen, destijds reed ik al 2 jaar bij Team Krolstone uit Hogeveen vandaan. En toen heeft inderdaad Thijs Sonneveld mij voorgesteld samen met mijn management, die ik toen al had, Frans Zeg, om het via de Franse weg te proberen. En dat is eigenlijk vrij vlot gegaan. Ik ben in november een keer heen gegaan om kennis te maken. Dat was 2008. En toen ben ik in januari, heb ik mijn koffers gepakt, ben ik naar Aix-en-Provence gegaan met de auto. En ben ik daar 2 weken, heb ik daar Franse les gevolgd. 2009 januari. En toen ben ik het avontuur aangegaan. En uiteindelijk heb ik daar iets meer dan 1,5 jaar gewoond. Want in 2010 mocht ik stage gaan lopen bij Vakantselei. En eigenlijk is dat zo'n uitgebreide stage geworden dat ik niet meer voor mijn Franse ploeg heb gereden. En na die stageperiode kreeg ik daar een contract aangeboden. Oké, dus Thijs Sonneveld heeft echt daar in Nederland een grote rol ook dus gespeeld? Nee, hij is met mij meegegaan in het vliegtuig. Ik ben nog een ticket geboekt en we zijn naar Marseille gevlogen. En toen is hij meegegaan naar Aix. En hebben we samen s'avonds gegeten met de ploegleider. Jean-Michel, die is dan nog steeds ploegleider. En Thijs heeft met ons meegegeten en me alles laten zien. Die heeft alles gefaciliteerd. Ja. Er zijn best ook wel wat jonge renners die naar deze podcast luisteren. Er zijn natuurlijk meerdere richtingen, richting Rome om het zo maar zeggen, richting profielrennen. Je ziet dat er steeds meer belofte teams komen. Jumbo-Visma zet een grote pin, Sunweb. Maar nog steeds zijn er ook natuurlijk heel veel renners die uit dit Franse circuit komen. Als je daar nu zo op terugkijkt, want je kan nu terugkijken op je carrière, 2009 hebben we het erover. Zou je dat jonge renners nog steeds aanraden? Ja, je moet er wel echt voor openstaan en klaar voor zijn. Want je gaat gewoon een hele andere cultuur in. Ik was al heel veel aan de reis. Want ik zat gewoon in de nationale baanselectie bij Peter Pieters. Dus ik was al veel onderweg. Ik had al veel van de wereld gezien. Ik was ook al veel van huis. Maar als jij gewend bent om altijd je was te laten doen door je moeder. En je boterham te laten smeren door je moeder. Ja, dan is het echt een hele grote stap. Maar je gaat echt, je stapt echt in het diepe. Ik kwam gewoon zelf in een appartementje. Ik deed alles zelf. Ik deed zelf mijn boodschappen. Ik ging zelf mijn was doen. Ik ging zelf kopen. Er is niemand die je helpt op dat gebied. En ik kreeg gewoon een berichtje van, vrijdagochtend moet je om 7 uur op de club melden. En dan rijden we naar de koers toe. Dat is in Frankrijk naar het hele grote afstanden. Wat wij altijd met het busje van de ploeg deden. Dus we zaten vaak op vrijdag zaten we 7-8 uur op de baan. Omdat de meeste koersen waren toch in Normandië, Bretagne, meer in het noorden van Frankrijk. Dan kwamen we daar vrijdagmiddag aan. Dan gingen we naar een uur te losrijden. Zaterdag, zondag koersen. En dan zondagmiddag na de koers reden we weer 7-8 uur terug. Dus het is best wel een grote stap in het diepe. En als je nu ziet hoe goed de begeleiding in Nederland is met alle, ik denk bijna professionele ploegen, Jumbo-Visma, de opleiding, Sunweb, Zeg, die een hele mooie ploeg heeft. Ja, moet je er wel echt, echt klaar voor zijn en open voor staan om het avontuur aan te gaan. Dus het moet echt een hele wel overwogen keuze zijn, denk ik, op dit moment. Ja, precies. Dus je moet wel best wel al veel dingetjes zelf qua ontwikkeling hebben bereikt. Wil je zo'n stap gaan maken? En kijk, je was natuurlijk wat dat betreft al een tijdje bezig op de baan. Je had al de ervaring van 2008 dat je als reserve naar Peking mocht. En in 2010 kon je dus de overstap maken naar Vakantselei, toen nog de pro-continentale team. Waarom wilden ze jou hebben? Wat waren de resultaten of wat was het plan waar ze keken om jou als het ware dat stagecontract aan te bieden? Nee, ik had eigenlijk in het eerste deel van 2010 had ik echt wel heel goed gereden in de Nations Cup wedstrijden. Ik werd derde in Col Picardie, tweede in de Stade de Talem Tour. En ik was gewoon, op dat moment was ik vast onderdeel van de nationale ploeg met de belofte. Dus ik reed ook de Baby Giro, ik was mijn Nations Cup wedstrijd in Portugal. Ik reed eigenlijk gewoon het hele circuit. En uiteindelijk zijn we met de Franse ploeg naar Nederland gekomen. En hebben we de Ronde van Holland gereden.
en de Anna Wallat Memorial. En in Anna Wallat zat ik in de kopgroep. En uiteindelijk werd ik ook nog zesde, terwijl we wel terug werden gepakt. En toen heb ik 's middags daar al in de bus, want de kanselij deed er ook. Heb ik toen mijn stagecontract mogen tekenen. En waarvoor ze mij dat gunden, ja. Omdat het gewoon goed ging, denk ik. Wat ging er dan door je heen? Was het dan, kijk, het lijkt me dat het altijd het doel was geweest om profwielrenner te worden. Nou, dit was dan een stagecontract. Maar ik kan me wel eventjes voorstellen dat je bent natuurlijk relatief jong daar nog. Heb je dan niet gewoon op dat met het kippenvel als je zo'n contract tekent? Of is dat te extreem? Ja, dat is best wel raar. Want in de winterperiode daarvoor ben ik meegeweest met Covidis, Prinskamp. Onze ploeg, Aix-en-Provence. Die had eigenlijk een soort lijntje uitstaan met COVID. Dus we waren dan geen officiële opleidingsploeg. Maar als we bijvoorbeeld koers over de kasseien in Noord-Frankrijk. Dan reden we wel met hun wielen. We hadden een heel klein COVID op het shirt staan. Die link was er altijd. En in de winter ben ik... Ja, iedereen mocht zeg maar een dagje mee trainen met om zijn beurt met de ploeg. En ik mocht er echt 2 weken mee op stage. Toen had ik eigenlijk altijd het idee van, nou, de makkelijkste weg gaat via COVID zijn. Alleen, Daan Luijksen was er eerder bij. En die heeft mij de kans gegeven om daar stagiair te worden. En dat heeft zo uitgepakt dat ik uiteindelijk een contract kreeg. Ja, Van Kanselij was natuurlijk toen een team die, wat ik net al zei, Pro Continental reed. En die maakte het jaar erop de overstap naar de World Tour. Er zijn natuurlijk altijd in het verleden altijd heel veel verhalen over de teams. Maar wat voor ploeg was nou Van Kanselij precies? En wel een hele, hele heftige groep Nederlanders. Als ik terugkijk op mijn hele carrière, zijn dat die jongens waar je eigenlijk het meeste contact nog steeds mee hebt. En die... die jongens kom je ook nog steeds tegen. Er zijn er best wel veel die nu nog steeds in het peloton rijden. En daar hebben we nog steeds gewoon een hele goede band mee. En, ik voelde me gewoon mijn plek daar zo. Ik ken al wat jongens ook van de baan. Jens Maurits weet er al toen ik daar toen ik overkwam. Dat is gewoon een leuke vriendengroep. Ja. En je op een gegeven moment had het stagecontract ging dus voorbij. Het werd dus gewoon een normaal contract. En dat was dan een contract voor 3 jaar wat je tekende? Nee, voor 2. Voor 2. Nee, ik was neo, dus zijn verplicht om een neo. Dat is voor mij nog steeds zo om die 2 jaar contract aan te bieden. Ja. Dus dat kreeg ik ook gewoon. Ja, precies. En eigenlijk in het jaar 2011 start je dan volgens mij inderdaad, dan ben je Peter, dan ben je neo. Ja. Ja, nee, dat is onder 23. En als je dan nu gaat terugkijken naar... we hebben even Pro Cycling Stats voor ons. Dat was meteen echt een van je beste seizoenen volgens mij. Ja, dat is wel grappig. Want ik moest starten in de grote prijs van Marseillaise. Dat was volgens mij... wat is dat? Is dat eind januari? Eind januari. En dan kwam ik buiten tijd binnen. Maar ik wist dat ik daarna... had ik een maand lang had ik geen programma. Dus daarna ben ik samen met Wout Poels zijn wij 18 dagen naar Benidorm gegaan. En daar werd keihard getraind. En de volgende koers was de grote prijs Almeria. En daar reed ik gelijk podium. Dus ik kwam wel echt gelijk binnen met het goede papier. Je bent wel goed op de hoogte van je uitslagen. Ja, inderdaad. Ja. Nee, kijk, uiteindelijk, ik heb vorige week aangekondigd dat ik ermee stopte. Dus bij mij de laatste maand ook wel even mijn carrière, mijn eigen gedachten gepasseerd. Want ik zit er mooi mee te kijken met wat je aan vertellen bent. Ja, ik was zoveelste daar, Ik denk, het klopt ook allemaal, maar we hebben het gewoon over 10 jaar geleden. Ik moet toegeven, ik heb niks voor me staan. Ik heb geen laptop voor me, dus ik zit er wel redelijk in. Ja, maar dat is ook wel bij wielrennen eigenlijk. Ik heb wel eens het idee dat wielrenners echt gewoon niet alleen over hun eigen uitslag, maar gewoon over de uitslag in het algemeen, dat ontzettend goed in hun hoofd hebben. En ook de tijdsgeest daarbij. Want daarna reed je dat jaar inderdaad de GP Samin. Weet je dan ook nog hoeveel je daar bent of niet? Nee. Oké. Weet je wat mooi is? Pim is heel intelligente renner, hè? Dus ik weet nog wel goed dat hij heel veel dingen doordacht. Als hij bijvoorbeeld de puntenkoers in, op de baan, was dat zo goed. Omdat hij zoveel nadacht, al een paar stappen vooruit. Of hij telde mee. En dan zie je gewoon dat iemand dus ook slim rijdt. En
ik denk dat Pimbo heel veel gebracht, omdat hij juist zo slim reed altijd, weet je wel. Waar kan ik energie besparen daar? Als ik bij hem in het wiel zit, zit ik meer aan de wind bij een ander. Terwijl ik meer rennen was van huppakee op kop, een beetje beuken. En Pim was altijd heel bedacht en berekenend. En ja, dan ben je ook gewoon intelligente renner. En dan zie je dit soort dingen, dan is je dat ook gewoon, die intelligentie komt gewoon weer terug. En hoe zou je dan Pim omschrijven? Als wat voor soort renner? Pim was een beetje een renner die een beetje puncheurachtig type rennen. Dus in een groep van 20, 30 man was hij echt heel snel. En ik denk dat hij daar ook, wat hij net zei in Almeida, dat hij derde wordt. Ja, dan moet je gewoon rap zijn. Dat staat bekend om een koers waar veel sprints altijd goed doen. En dan doe je er zomaar tussenin rijden. En de andere zegens die hij heeft gehaald, heb je ook gewoon in een sprint volgens mij. En een paar keer dat hij de laatste paar kilometer wegrijdt. Klopt dat, Pim? Koers, ja, meestal wel. Maar ik moet ook eerlijk toegeven. Ik was nooit een veelwinnaar bij de jeugd. En als baanrenner leer je al heel snel om finales te rijden. Omdat je op de baan is natuurlijk, zeker bij de nieuwelingen en junioren. Je start en je zit gelijk in de finale. Dus ik denk dat mij zeker heeft geholpen in het begin van mijn carrière. Ja, en daarna is hij gewoon gevaarlijk. Hè? Dus je ziet ook dat hij Nederlands kampioen wordt bij de profs. 2011 geloof ik. En dan heb je ook gewoon sprint gewonnen. En dan weet iedereen gelijk wie het is. Ja. En dan rij je gelijk onder de vergrootglas. En dan moet je het ook laten zien. Ja, want je neemt nu in één keer een flinke stap. We zijn nu inmiddels in 2011 aangekomen. En wij als West-Friezen, is dat ook meteen natuurlijk, was dat echt een fantastisch hoogtepunt die dag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook staan juichen. Maar kan je ons nog eens een keer meenemen naar die 26 juni 2011? Hoe ging die dag? Dat was wel een rare dag, omdat er een hele grote kopgroep wegdeed in het begin. Werd je s'morgens, om even helemaal ervoor te brengen, werd je s'morgens al wakker met het gevoel van, ja, de benen die zijn echt top vandaag. Ik ga vandaag kans maken om een hele goede uitslag te rijden. Nou, ik weet wel dat ik dus een dag eerder dan de rest van de ploeg ben ik heen gegaan. Dus iedereen kwam op zaterdag aan en ben ik vrijdag al naar het hotel gegaan samen met Jens Maurits. En toen zijn we, ja, om gewoon heel goed op zaterdag gewoon op het gemak nog een keer een verkenning daar te doen. Dat weet ik nog. En ik weet ook dat ik volgens mij als enige van de ploeg me eigenlijk best wel heel rustig hield in het begin. Omdat ik gewoon voor mezelf eigenlijk best wel zeker was van, ik ga hier gewoon een finale rijden. En dat is mijn kans om de koers te winnen. Kijk, dat, start, dat vertrouwen kreeg ik ook gewoon. Ja, maar dat is al de start, hè? De focus en de mindset, die is daar dan al. Ja, ik heb toen die grote groep weg was, heb ik eigenlijk nooit gepanikeerd. Ten eerste omdat ik wist toch van, ik ga het zelf, op dit moment kan ik er toch niks aan doen. Dus ik moet gewoon die koers ondergaan. Maar toen die situatie veranderde, door alles wat er gebeurde, met Geesing die een keer doortrok, die toen zelf moest afstappen. Voor mij had hij op dat moment een probleem met zijn hart. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, het evolueerde zo dat de koers helemaal open was. Op een kilometer of 40 van de meet. En toen was ik wel alert genoeg om mee te zijn. Ja, want uiteindelijk zit je in de beslissende groep dan nog met een teamgenoot, met Rob Ruig. Mollema zat erbij. Floris Goesingen, ook een medewestries, om het zo maar te zeggen. Rijn, nou ja, bijna mededorpgenoot. Ook nog, ja. Kun je nagaan wat een goede grond daar is. Reinier Honig en Bram Tankink en jij dan. En jullie zitten daar uiteindelijk met z'n allen. En ik kan me herinneren dat met name in de finale ook Rob Ruig echt daar bulswerk deed. Ja, ik best wel grappig, want ik heb me best wel een beetje geblufft tegen Bouke en tegen Bram. Die wou niet meerijden. En ik zei van, ja jongen, rijd toch door, ik ben mijn Neo. Rijd gewoon door naar de streep toe. Maar deze natuurlijk niet. Rob, die pakte dat heel goed op. Die heeft er wel voor gezorgd dat ik voor de overwinning kon sprinten. En uiteindelijk, ik ben wel echt heel benieuwd. Je bent op dat moment, je gaat sprinten. Wat gaat er dan door je heen? Dat is misschien een hele standaard vraag, maar toch wil ik hem graag aan je stellen. Want je ziet die finishboog op je afkomen. En je denkt misschien van, ik kan Nederlands kampioen worden. Wat gevoel heb je dan? Ja, ik denk alleen maar van, ik moet gewoon zo snel mogelijk naar die streep toe. En dat is rechtdoor, rechttoe.
uiteindelijk, ja, je wilt gewoon zo snel mogelijk bij die streep komen. En, ja, het loopt een beetje wat omhoog, dus ook niet te vroeg aangaan. Maar goed, ja. Ik hield het, dat was gewoon mooi. Ja. Maar je wist toch wel eigenlijk in die groep van, oké, nou, het was, NK is altijd een rare koers, hè? Het lange koers vaak, dus het is slopend. Maar je wist toch wel dat je de snelste was van die zes? Ja, maar je moet niet onderschatten dat Ranier Honig ook gewoon een hele goede finisher is. Ja, dat is wel. En uiteindelijk, ik was eerstejaars beroepswielrenner. En het was gewoon een koers van dik boven de 200 kilometer. Dat had ik nog niet heel veel gedaan. En misschien was het al mijn eerste koers die zo lang was. Dus ja, dat blijft toch een risico. En uiteindelijk moet ik wel gewoon eerst over die streep gaan. Dat ik daar, ja, op dat moment denk je natuurlijk niet aan. Maar ja, als je dan tweede wordt, dan is het toch jammer. Ja. Ja. En wat komt er allemaal op je af op het moment als je wint hem? Je mag die trui om je schouders hangen. Wat komt er allemaal op je af dan in zo'n periode daarna? Ja, gewoon heel veel herkenning en erkenning. En wat ik daarvoor had gedaan in het voorjaar, vond ik zelf wel echt heel goed. Voor mij was dan zeg maar Nederlands kampioen worden super mooi. Maar uiteindelijk is het een nationale wedstrijd. En uiteindelijk heb ik veel meer media-aandacht dan de prestaties die ik bijvoorbeeld in de Ronde van België of in de Ronde van het Baskenland leveren, waar ik van mezelf denk, sportief gezien is dat misschien net zo mooi. Weet je wel? En Nederlands kampioen worden, mag je het hele jaar een hele mooie trui rijden. En daar ben ik super trots op. Alleen op dat moment kon ik niet echt plaatsen van, ik kon nog niet echt die link leggen, ik was nog jong, van waarom dat nou zoveel bijzonderder is dan in de internationale wedstrijden goed te presteren. Maar daarna werd het me wel duidelijk. Het is gewoon de hele media-aandacht die eromheen zit. Het speciaal dat je dan de eerste keer training gewoon die trui aan mag trekken. Het is gewoon heel gaaf. En merkte je ook dat daarna je als het ware je rol of misschien mensen naar, of andere renners naar je keken en peloton anders werd doordat je die trui om had? Nee, ik merkte wel. Ik reed geen tour dat jaar. Of ja, uiteindelijk nooit gedaan, maar toen reed ik ook geen tour. En de eerste wedstrijd die ik ging rijden in die trui, dat waren de NATO-criteriums. Dus ja, dan ben je eigenlijk nog een soort van, ben ik wel af en toe, voor de start krijg ik een bloemetje en word je daardoor in het zonnetje gezet. En dan komen de andere jongens ook weer toe en die feliciteer je nog een keer. Ja, dat is wel heel mooi om dat mee te maken. Ja, dus maar je had niet het idee dat bijvoorbeeld je ergens in Spanje reed en doordat je die trui om had, dat je net even de ruimte kreeg? Of dat is niet als het ware de waarde die het Nederlands kampioenschap trui heeft? Misschien wel, maar het is dan niet bewust dat ik het ermee heb gemaakt. Oké, dus dan 2011. Dus als is dat achteraf, want je kan nu achteraf kijken, is dat ook je beste jaar geweest in je carrière? Als je gewoon puur kijkt naar resultaten, het aantal overwinningen en de punten die ik heb gehaald, dat is het beste geweest. En als je daar niet naar kijkt, dan is het een ander jaar? Nee, maar ik heb wel vaker gewoon het gevoel gehad dat het gewoon heel goed was. En dat ik af en toe wel misschien wel beter ben geweest, maar dat het dan op een of andere manier niet uitkwam. Ja, precies. In de koers. Maar dat is gewoon het hele spelletje wielrennen. Dat is ook het hele mooie. Het is niet altijd de beste die wint. En dat maakt de sport gewoon heel mooi. En vind je wielrennen zo mooi omdat het spelletje het zo mooi is? Of is er echt een andere reden waarom je denkt van, daarom hou ik zo van de sport? Nou, uiteindelijk is het bij mij natuurlijk gewoon begonnen als een spelletje, een hobby. En heb ik er heel snel mijn beroep van kunnen maken. En is het echt mijn passie geweest. Dus ik weet ook helemaal niet beter dan dat. Ik vind het een heel mooi spelletje. Ik kan ook echt genieten van het spelletje op televisie. Als ik niet zelf in de koers ga. Ja, en wat ben ik wel benieuwd. Want wat voor type renner kijk je dan het liefst naar? Ja, weet je, ik kan heel erg genieten van een massasprint. Maar ik kan ook van de klassieker kan ik echt onwijs genieten. Ik vind zelf het. Ik heb heel veel respect voor de klassementsrenners. Omdat ik gewoon weet dat het altijd buiten mijn macht heeft gezeten. Buiten mijn mogelijkheden. En ik vind het echt super knap wat die mannen ervoor doen. Maar om dat op televisie te zien vind ik dat minder mooi. Zoiets. Ik kijk liever
bijvoorbeeld 3 weken lang Paris-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, dat ik de hele Tour van A tot Z kijk. Ja, dat gebeurt in een eendagsrace gebeurt natuurlijk veel meer. En dat is het moment waarop het moet gebeuren. En in een 3-weekse ronde kan je nog wel eens pokeren en gokken. Dus ja, dat is wel een verschil natuurlijk. Ja, en ik ben ook wel benieuwd, want je hebt 2 keer de Giro gereden, 4 keer de Vuelta, 3 keer Parijs-Roubaix, 1 keer Luik-Bastenaken-Luik, 3 keer Milaan-San Remo, 5 keer de Ronde van Vlaanderen, 1 keer de Ronde van Lombardije. Dat zijn dan de allergrootste koersen, om het even te benoemen. Is er dan ook nog iets in koers waarbij jij echt zoiets van had van, nou, dat vond ik zo geweldig en dat het zal me altijd bijblijven? Nee, ik vond de mooiste koers had om te rijden van de Amstel. Dat vond ik echt het allermooiste. Dus ja, dan heb ik in dat rijtje. Kijk, de 7 van de Ronde van Vlaanderen kan je gewoon met niks vergelijken. Dat is gewoon zo. Alleen ja, als Nederlander vind ik het gewoon, vond ik Amstel gewoon leuker. Simpel. Yeah. Oké, dus Amstel is echt wel je favoriete koers, om het zo maar te zeggen. Ja, vond ik het leukste om te doen. Oké. Hey, op een gegeven moment 2012 vakantielei, 2013 vakantielei, toen stopte vakantielei er ook natuurlijk mee. Tenminste, het team stopte er mee. Wat was er toen al heel snel een nieuw team die aan de deur klopte? In dit geval Lotto Bellisol. Of had je keuze? Of hoe ging dat precies? Dat was eigenlijk wel grappig. Uiteindelijk kwam het aanbod kwam in de Bing Bang Tour. En toen was het mij wel Eneco Tour in dat moment. In 2013. Ja. En dat was, ja, we s'avonds gekomen en de dag daarna kwam Hilaire van der Schuren, ploegleider van mij toen, bij vakantielei. Die zei van, hé, luister, ik ben bezig met, om over te stappen dan toen ook Wanti. Ik zou ook wel graag mee willen. Toen zei ik, ja, sorry, ik heb net gisteren mijn woord gegeven aan Lotto, Bedus op dat moment. Dus ja, uiteindelijk, ja, er was interesse en dat was gewoon heel mooi. Uiteindelijk, ja, is het Lotto geworden. Ja, en de vakantielei, een beetje de Nederlandse vrijbuitersploeg met wat exotische andere renners erbij, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dan kom je eigenlijk in een Belgisch team terecht. Is dat dan heel anders? Ja, het was wel anders, ja. Zeker. Uiteindelijk ga je gewoon een groep, wat hadden wij, 12 Nederlanders denk ik op een gegeven moment. Werd ik de enige Nederlander. Dus dat is totaal anders. En bij vakantie heb je natuurlijk ook wel een Belgische groep erin zitten. Het was gewoon een andere ploeg. Bij vakantie had ik mijn eigen trainer. Ik werd getraind door Robert de Groot, die nu bij de opleidingsploeg van Jumbo Visma zit. En bij Lotto was het allemaal intern geregeld. Dus werd ik echt onderdeel van het team. En wat je natuurlijk vaak hebt met Belgische teams, dat er echt wel, ja, wat dat betreft, een hele andere cultuur heerst. Echt nog wel van oudsher. Vaak ook een beetje dat de renners misschien een beetje wat worden gemoederd, om het zo maar te zeggen, of bemoederd. Heb je dat ook altijd zo ervaren, of vind je dat soort verhalen eigenlijk een beetje kul? Nee, ik vond het wel heel leuk, hoor. Ik heb natuurlijk heel veel, een paar voorjaarskoers mogen doen. En dat leeft echt, hè. De persconferenties al voor de verkenning van het nieuwsblad. Die sfeer is gewoon heel anders als je binnen een Belgische ploeg zit dan bij en welke andere ploeg dan ook. Ja, klopt het ook als je bij een ploeg als Lotto rijdt, dat je veel meer op jezelf bent aangewezen? Je hoort en leest tegenwoordig dat ploegen op hoogtestage gaan als team zijnde. En dat ze er 2 of 3 weken ook echt gaan zitten. Ja, dat heb ik bij Lotto ook gedaan. We zijn toen naar Livigno geweest met de hele ploeg. Toen de rest van de ploeg in de Tour zat. Dat hebben we zeker gedaan met Lotto. En bij Lotto werd ik getraind door een trainer van de ploeg. En bij vakantielei was dat niet. Dus voor mij was dat al anders. Ik denk dat je die twee ploegen op zich best wel met elkaar kan vergelijken. Ja. Qua omkadering. Alleen ja, voor mijn gevoel was het wel dat bij Lotto kwam dat ik nog meer iets, dat ze iets minder uit handen gaan. Bij vakantie was ik echt helemaal vrij om mijn eigen trainer te hebben, mijn eigen krachttrainer omheen. En, bij Lotto werd het wel vanuit de ploeg gestuurd. Even een hele andere vraag. Richting het voetbal heb je bijvoorbeeld Ajax en Feyenoord, dat zijn rivalen.
Zijn Quickstep en Lotto in België echt rivalen van elkaar? Of is dat meer groter gemaakt dan dat het echt is? De media kan het heel groot maken natuurlijk. En ja, ik kan niet ontkennen als het het openingsweekend geweest is. En de koning heeft daar heel hoog gescoord en Lotto niet. Ja, dan slikken ze wel een keertje natuurlijk. Maar uiteindelijk ze willen gewoon zelf de koers winnen. Ja. En dat is bij elke ploeg zo. Ja. Ja, ik vind het toch wel mooi hoor, dat er een beetje rivaliteit is. Mag er zo. Toch? Ja, dus dat ik je bent wel ook... twee allebei een Belgische ploeg. Je wil gewoon de Belgische ploeg. Nee, maar dat is toch ook gewoon fantastisch. Dat zien we toch ook met Jumbo-Visma en Ineos en de alle grote ploegen die tegen elkaar opbieden. En ook de spelers, in dit geval de renners van elkaar een beetje proberen te jatten. Ja, maar dit is echt in één land. Hè? Dit is gewoon, in België is een gigagroot. Ja, maar vroeger in Nederland had je dat natuurlijk ook met de teams. Ik weet nog zelfs een tour dat ze met elkaar weg waren, dat ze niet reden. Nou, ik denk dat het tot zover niet ging natuurlijk in België, maar de rivaliteit is er zeker. Dat is alleen maar mooi. Ja. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld de fitty tussen Thomas de Gent en Patrick Lefevre wel eens meekrijgt, er speelt wel wat tussen die twee ploegen. Ja. Ja, ik vind altijd, en jij kan het misschien ook wel beter, jij hebt natuurlijk helemaal middenin gezeten. Ken jij de documentaire over de Ronde van Vlaanderen? Dat ze dan elk jaar terugblikken op de ronde, hoe dat was. Beginnen ze met de ochtend en de hele dag door. Heb je die wel eens gezien? Ja, bedoel je dan zeg maar, er wordt vaak dan een dag van tevoren uitgezonden van het jaar daarvoor, dat ze dan in de auto zitten. Zo, heb je die gezien? Ik heb voor mij, ze hebben er meerdere jaren gehad, ja. Toch? Dus ik weet niet welke je nu doet. Ja, gewoon op het algemeen. En dan vind ik juist de ploegleiding van Lotto dan ook echt zo geniaal. Met z'n tweeën. Net twee van die muppets die er net toch weer even anders in staan dan de rest. En toch een beetje wat meer de liefde en de charme van de sport daar echt laten zien. En de andere ploegleiders staan er dan toch wel wat meer in. Een heel stuk zakelijker. Wat mij heel erg opviel is dat Lotto eigenlijk elk jaar weer ook wel genoot van wat er buiten gebeurde. En niet alleen maar in de koers. En dat vind ik juist ook, vond ik echt passen bij het team. Ja, ik vond het gewoon een hele fijne ploeg. En ik denk dat jij doet op Marc Sergeant en Herman Frison. Ja. Die waren in mijn tijd ook wel ploegleiders. Ja. Ja, die hadden echt wel liefde voor de koers, zeker. Ja. En dan op een gegeven moment heb je 2014, 2015, 2016. Dan ga je in 2017 naar de Nederlandse ploeg, Roompot. Zag je dat op dat moment als een stapje terug? Of zag je dat juist meer als een kans om weer kopman te zijn? Ja, eigenlijk het laatste. Eigenlijk als ik... Bij Lotto was ik toch wel iets meer in de rol gekomen. Dat ik ook wel echt wat gebruikte om mijn kop te rijden. En dat was ook wel helemaal niet erg hoor. Want ik was op dat moment ook wel mijn 16 jaar beroepsrenner. En het echt meedoen in de allergrootste koersen was dat stapje, dat lukte gewoon niet. En, maar goed, toen de kans van Roompot zich voordeed en... het idee om toch weer meer om mezelf te koersen. Uiteindelijk ben je daar renner voor geworden. Heb ik dat wel aangegrepen. Ja, want als je gaat kijken, 2017 is dan ook qua punten, puur qua stats, is dat ook eigenlijk je ene beste jaar. Dus dat die 2017 moet ook echt wel qua uitslag een goed jaar zijn geweest. Ja, ik vond het echt heel cool. Zeker mijn allereerste koers. dat vond ik echt heel mooi. We kwamen in de Ronde van Valencia en ik had een stapje terug gedaan qua niveau, qua ploeg. En begon dan met een ploegentijdrit. En onze tijdritfietsen waren er nog niet. Dus we moesten gewoon de fiets, moesten we die ploegentijdrit rijden. En dat was wel eigenlijk wel gewoon voor ons van, prima, ploegentijdrit. Zorg maar dat we binnen tijd komen. Ja. En toen de dag daarna was het finish in Denia. En ik dacht van, ik moet gelijk laten zien waar ik sta. En tijdens de koers reek ik samen met Pieter Weningen. Pieter vraagt van, Pim, hoe voel je? Eigenlijk voel ik me wel heel goed. Hij zei, dan gaan we er gewoon voor. En we draaien daar gewoon als eerste met de ploeg de voet van de klim op. De Mont Go. Iedereen kent het denk ik wel, die wel zijn benen door hem op het trainingskamp is geweest. Ja. En uiteindelijk word ik twee in de rit. En als je dan kijkt naar de namen die om je heen staan, dat is echt super gaaf. Ook voor de ploeg. Je zit gewoon in de groep met Roglic, met een Quintana, met Scaponi, met Erik Mas. Toen dacht ik van, dit is echt super goed dat ik deze stap heb gemaakt. Dat ik dit niveau kan halen.
En ja, voor, ja. Want die wedstrijd werd gewonnen door de Tony Martin. En ja. Jij werd daar tweede, maar inderdaad, je klopt daar Roglic die daar derde wordt. De La Cruz, Scarponi, Antunes, Quintana, Van Avermaet, Gilbert, Koert en Stibar. Nou, dat zijn niet de, en Nase ook nog. Dus dat is echt gewoon natuurlijk een supermooi resultaat daar. En inderdaad, wederom kloppen bijna alle namen die je nog in je hoofd hebt. Dus dat is ook mooi om te zien. Ja, maar dat was ook gewoon echt voor mij van de bevestiging van ja, ik heb het, ja, deze keuze heb gewoon goed uitgepakt. En dat was voor mij de bevestiging van ja, ik kan dit voor mezelf. En die bevestiging had ik nodig. En daarna is er niet helemaal uitgekomen, in die lijn doorgezet. Maar ja, op dat moment had ik wel vrede met de beslissing die ik genomen had. Ja. Ja. Nou ja, daar heb je 2 jaar gezeten en dan toch op een bepaalde manier. Ik vond het best wel verrassend. Misschien kan je zelf uitleggen dat het totaal niet verrassend misschien is. 2019 dat je dan nog naar Total Direct Energy gaat. Hoe kom je daar zo terecht? 2018 reed ik eigenlijk een hele goede Tour de Fjords op een gegeven moment. En toen reed ik in de ronde van Luxemburg viel ik. Heel hard. En op dat moment ging het privé ook wat minder. Mijn vriendin werd heel erg ziek. En zaten we eigenlijk best wel in een put eigenlijk. Op een gegeven moment had mijn management een deal kunnen maken voor Nicky Terpstra. Die de Ronde van Vlaanderen had gewonnen dat jaar. Dus die gingen een stap maken naar een Franse ploeg. En die vroegen eigenlijk aan mij, omdat ik Nicky al heel lang ken. Nicky was ook mee geweest op de Olympische Spelen in Peking. Heb ik heel veel op de baan mee gekoerst. Komt daar bij ons uit de regio vandaan, van vroeger. En die vroegen eigenlijk, omdat ik de taal sprak, van hey Pim, zou je dat zien zitten om met hem mee te gaan? En op dat moment dat ik daar eigenlijk nog revalideren was van mijn val, kwam dat nieuws. En dat moment dat zo'n ploeg zoveel vertrouwen geeft, kon ik eigenlijk geen nee zeggen. Zeker als de winnaar van de Ronde van Vlaanderen je meevraagt om naar een nieuw avontuur aan te gaan, kon ik daar gewoon geen nee tegen zeggen. Was dat ook al het jaar dat Roompot toen ging stoppen? Of was dat het jaar daarna dan weer? Nee, die hebben nog een jaar doorgereden. Die hebben nog een jaar doorgereden, ja. Ja, dat moet toch ook wel echt op een bepaalde manier een hele grote eer zijn dat inderdaad dan Terpstra gewoon jou graag mee wil hebben naar die ploeg. Ja, het heeft natuurlijk gewoon met heel veel factoren te maken. We hebben hetzelfde managementbureau. We kennen elkaar echt al van jongs af aan. Ik ken Nicky al vanaf, dat is wel een leuk verhaal. Bij de junioren hadden we een Europese kampioenschap in Italië op een buitenbaan, Pordenone. En daar waren Nicky en Ranier Honig waren er ook. En toen keek ik echt tegen de jongens op. De eerste dag gingen we met hun een rondje buiten fietsen en dat vond ik zo cool. Vanaf dat moment kijk je echt tegen de jongens op en dan kom je met hun koers en al op de baan terecht. En zeker altijd daarna ook al hebben we altijd gewoon goed contact gehouden in de koers. En als zo'n renner jou meevraagt om zo'n avontuur aan te gaan, kon gewoon geen nee zeggen. Ja. Ik vraag me dan ook wel af, dat is. Peter heeft het ook wel eens die vraag beantwoord van, je hebt dan al die jaren ben je prof geweest, je hebt gigantisch veel verschillende teammaats gehad. Heb je er vrienden over gehouden? Zijn er vrienden in het peloton? Ja, zeker. Ik denk dat ik heb een hele goede band met Wout Poels. Jens Maurits, heb ik een hele goede band mee. Dat zijn echt, ik kan het wel vrienden noemen, ja, zeker. Dus dat zijn wel echt gewoon de mensen die je na je carrière nog steeds zal blijven zien? Ja, dat gaan we nu zien. De carrière zit er nu op, ja. Ja, dat is altijd een vraag natuurlijk. Waar hou je nog wat over? Nee, maar daar gaan we natuurlijk wel van uit. De 2020. Je hebt nu aangekondigd een streep onder je carrière te zetten. Als je nu terugkijkt naar je hele carrière, heb je dan... Laten we straks de vraag stellen van ben je volledig tevreden, maar heb je dan nu, als je terugkijkt, iets van dat had ik anders moeten doen of dat had ik anders moeten doen, of kijk je ook niet op die manier terug? Ja, het enige wat ik anders had moeten doen, ik had maar de eerste etappe waar ik viel in de Ronde van Luxemburg, daar had ik
had ik niet mee moeten gaan sprinten. Dat ik achteraan peloton moeten gaan zitten. En omdat je viel of omdat je zelf een fout maakte? Of misschien kan je dat... Nee, omdat, ja, daar viel ik. En ik heb het daardoor zo lang uitgelegen. Dat ik wel denk dat jammer is geweest in mijn carrière. En dat, uiteindelijk heb ik daar een heel groot deel van 2018 door verloren. Die blessure kwam terug in 2019. Net na het kampioenschap van Nederland. En toen heb ik weer een heel groot deel van dat jaar verloren. En toen ben ik eind 2019 ben ik daar geopereerd. En nu 2020 dacht ik dat het gewoon weer heel goed ging. Het voelde ook gewoon weer echt goed. Alleen is het nu einde carrière. Ja, en is dat dan een keuze? Had je wel nog doorgewild eventueel? Of is het echt gewoon nu goed genoeg voor je? Als er voor mij plek was geweest, had ik nog wel doorgewild. Ja. Ja, en dan was dat misschien wat je anders had willen doen, maar wat is dan iets wat je absoluut nooit had willen missen? Wat je hebt gedaan, wat je denkt, nou, dat was zo vet. Oh nee, ik heb echt in mijn hele pad, vind ik echt super gaaf. En inderdaad, gewoon het hele het avontuur aangaan in Frankrijk. En daarna, ik heb gewoon hele mooie ploegen gehad, ik heb hele mooie uitslagen gereden. Ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt. Zeker ook al voordat hij prof werd in de baanselectie. We hebben echt super gave trainingskampen gehad. Bijna de hele wereld gezien. We hebben een super gaaf trainingskamp in Zuid-Afrika gehad met de baanselectie. We hebben een super gaaf trainingskamp in LA gehad, Los Angeles. En ja, dat zou ik echt nooit hebben willen missen. Ja. Wat is nu, wat gaat je carrière worden na het doen? Heb je daarover nagedacht of is die er al? Nee, die is er nog niet. Ik ben me echt aan het oriënteren en ik hou veel opties open. Ik heb dan wel na het seizoen ben ik wel weer begonnen met het idee van misschien komt er toch nog wel iets op mijn pad als wielrenner zijnde. Dus ik ben ook wel begonnen met trainen. Maar op een gegeven moment hebben we gewoon de keuze gemaakt samen met mijn management ook met Zeg. Dat het goed geweest is. En nu ben ik aan het rondkijken, aan het rondluisteren wat er mogelijk is. En is dat dan ook iets in het wielrennen of wordt iets heel anders? Dat zou zo maar in het wielrennen kunnen zijn, ja. Oké. Peter, als je het zo hoort, het verhaal. Jij hebt vorig jaar natuurlijk, ben je min of meer gestopt, nu Pim gestopt. Welke West-Friese renners zijn er nu nog over? Ah, je hebt Jetsen nog. Jetsen, ja, echte West-Fries dan. Hè? Weet je, West-Friesland Oost, laat ik het zo zeggen. Maar je had het Verenigde Thomas Dekker en Huub Duin hebben ze geweest. Floris Goesingen geweest. En toch wel echt een hele grote groep jongens die een beetje... misschien net voor de bekende periode dat al die jonge jongens nou goed zijn, zeg maar. Maar toch echt heel veel West-Friesen die heel goed waren. En Pim was daar zeker één van. En ik denk dat Jetsen nu nog... eigenlijk woont hij in Spanje, maar het is nog steeds een West-Friese route natuurlijk. Ja, ja. Ja, en ik ben trouwens nog wel benieuwd, Pim. Weet je met welke renners jij het meest hebt gekoerst? Gewoon in een koers? Ja, in totaal. Dus wat de meeste race dagen? Nee, geen idee. Ja, want nee. Totaal geen idee? Nee. Okay, nee. Ik ben best wel een renner die bijna alle koersen al heeft gereden. En dat zijn er ook niet heel veel. Want je hebt in totaal 130 dagen gekoerst met Rob Ruig. Daar heb je het meest mee gekoerst. Oh, echt? Ja. Die zat toch al een beetje gestopt. Ja, en daarna 96 dagen met Chris Boekmans. En 95 dagen met Sean de Bie. Oh, maar als ploegmaat zijn of gewoon überhaupt in een koers? Ik denk als ploegmaat, denk ik. Ja, ik denk als ploegmaat. Ja, teammates. Ja, dat zijn je ploegmaat. Oh, als teammates. Ja. Ja. Dus maar als je dat rijtje ziet, dan zijn het er ook echt aardig wat geweest. Want door de jaren heen heb je 164 verschillende ploegmaten gehad. Ja. En één dag gekoerst met Ricardo Rico. Mijn allereerste wedstrijd waar ik buiten tijd was. Dat zou waarschijnlijk kunnen, ja. 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 En toen, ik weet nog, ja, dat is wel een leuk. We reden daar, dat was mijn trainingsgebied, hè, een grote les van Marciëse. Komt eigenlijk over de trainingskliniek waar ik een ex woonde. En hoe het kon gebeuren, ik kwam samen met Leukemans, kwamen in de tweede groep in een afdaling terecht. Dus ik was gewoon zelfs, mijn allereerste koers bij de profs, op mijn trainingswegen,
miste ik de slag in de afdaling. Heb ik daar nog een gat in gereden voor Rico, voor Leukemans en al die jongens. Dat is de herinnering die ik daaraan heb. Ja, mooi. Nou ja, goed, dus toch, als je die naam hoort, dan is het toch altijd Fatty weer op in een lijstje, toch Peter? Ja. Ja, maar dat vergeet je toch niet. Ik weet nog heel goed, voor mij heb Pim ook in die koers, dat ik in 2008, 2009 reed Anna Wallet. Volgens mij reed Pim toen met Ax. Toen reed Van den Broeke reed toen bij ons in de peloton. En ik reed toen in Waaien 4 met een oud ploegmaatje van mij. En die zegt van, ja, ik ben wel echt fan van je, mag ik een handtekening? Oh, ja. Ja, dat zijn van die dingen, dat vergeet je nooit meer. Ja, we hadden de finish niet gehaald, maar ja, dat vergeet je nooit. En ik denk dat Pim net zo met Rico, hè, dat zijn van die dingen, ja, dat staat best wel in. Rico is toch ook officieel gestopt dit jaar? Volgens mij is hij 10 jaar geschorst of zo. Ja, dat is hetzelfde als officieel gestopt. Hij koopt nu schepijzen, dus dit is echt... Dat is een heel ander verhaal. Hey, ja. Pim, ik vond het heel leuk om eventjes je carrière zo door te nemen. En, mag ik nog één van mijn hoogtepunten opnoemen? Zeker, zeker. Dat is toch wel in de ronde van Venhuizen geweest. Dat de hele familie bij Peter, bij de bruidsmodezaak waar jullie zitten, in de tuin stonden met zijn ouders. En volgens mij demareerde ik ook nog voor het huis om naar de oversteek naar de kopgroep te maken. Ja, mooi. Dat is wel een van de mooie herinneringen. Ah, prachtig. Ja, toen hadden ze tweedaagse bij ons in het dorp. Ja, dit was de belofte klassieker. Dus belofte. En de tweedaagse heb ik ook wel eens gewonnen. Maar de belofte klassieker was deze herinnering. Ja, ik weet het nog goed. Maar ik baal dat het zo dat het niet... ik heb tegen die gasten, tegen de organisatie, meerdere keren gezegd. Je moet het organiseren dat ik mee kan doen. Ik heb al die jaren nooit mee kunnen doen. Dan verzinnen ze elke keer wat anders dat ik niet in eigen dorp kon koersen. Ja. En daar heb ik wel van gebaald. Die tweedaagse, ja, als het met die tijdrit wat ik later deed in 2013, 2014, had ik altijd podium gestaan. Ja. Ja. Maar zo blijft het. Hè. Ja. Maar dat was zeker mooi. Dat ik weet nog goed, de Pim die won geloof ik de sprint in die tweedaagse. In de omloop of zo. En dat was het voor ons, wat ik al aan het begin van de podcast zei. Dat is een soort van iemand waar je naar opkijkt. En als je dan in je eigen dorp ook nog wint, weet je, dan denk je, ja, ik ken Pim, weet je wel, van de club. En dan is dat toch wel een beetje een stukje bijzonder. Ja, ja dat is toch ook zo. Kijk, als er iemand uit de regio op een gegeven moment goede resultaten begint te rijden en het Noord-Ons Dagblad begint te kleuren, dan blijf je dat toch volgen. Dus ik denk dat wij ook, ik spreek ook voor Wilco, denk ik, toch altijd jou hebben gevolgd. En dat was toch gewoon heel bijzonder om te zien. En daarom is het ook mooi dat we je eventjes in de podcast konden hebben en dat je even dat we je carrière konden doornemen. En hartstikke bedankt daarvoor. Waar ik ook wel benieuwd naar ben. We hebben natuurlijk laatst hebben Pro Cycling Stats hebben we in ons podcast gehad. En die hebt zo'n lijst in het leven geroepen van de beste 500 renners aller tijden. Ja. Ken je dat lijstje? Ik heb het wel gezien. Ik heb het zelf niet ingevuld. Ah, niet ingevuld. Ah, jammer. Ja. Wat is nou de renner waar jij dan, dat is de vraag welke. Wat is de renner waar jij het meeste gevoel bij hebt? Top 3. Of top 3? Top 3, ja. Wat zou jouw top 3 dan zijn? Ja, moet dan gewoon zeg maar de favoriete renners van mezelf of zeggen van jezelf. Waar jij het beste gevoel bij hebt, waar jij het meeste mee hebt. Maar het is best wel lastig, want als ik gewoon puur kijk emotioneel, weet je wel, dan heb ik gewoon wat ik zei, heb ik het meeste gehad met Wout Poels, met Jens Maurits, dat soort jongens. Daar heb ik gewoon het meeste mee gehad. En geen renner of zo, of een Abraham Olano. Ik heb vroeger ook nooit een poster boven mijn bed gehangen. Ik heb nooit een idool gehad of zoiets. Dus Maar kan toch ook dat. Kijk, Poels en Maurits, dat zijn toch ook gewoon dan die namen die heel belangrijk voor jou geweest. Ja. Het is een lijstje voor altijd. Kijk, ik heb in het lijstje heb ik Peter neergezet, omdat ik de enige profwielrenner is die ik ken. Maar goed. Dat zou wel zeg maar mijn favorite lijstje zijn. Inderdaad. Gewoon de jongens waar ik heel veel mee heb. En, is mooi. Tuurlijk is het. Heb ik vroeger ook naar Indurain gekeken en naar Amsterdam gekeken. Dat is niet de reden waarom ik bij Afrikaans. En de andere jongens heb ik een veel warmer gevoel bij dan bij dat soort renners. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat het een hartstikke mooie afsluiter is op die manier. En nogmaals bedankt. En het ga je goed. En we hopen dat je een mooie job kan vinden na het wielrennen. En we hopen ook, als het in het wielrennen is, je zeker nog een keertje in de podcast te hebben. Ja, en in de hoedanigheid blijven je zeker volgen. Top. Dankjewel. Ja, Pim, bedankt. Hè. Doeg, tot ziens. Hoi.
Zo. Bijzonder. Westfries minder. Ja. Ja. Ik zit trouwens te denken, want nu blijven er weinig over. Elke keer die Westfriese. Maar ja, we hebben het nu natuurlijk even over. Zijn er nog, hoeveel profielrenners zijn er nu nog over? Je hebt dan Jetse Bol. Ja. Je hebt ook wel wat nieuwe renners, toch, neem ik aan? Ja, maar niet meer echt dat niveau wat het geweest is, zeg maar. Als je echt kijkt naar die jaren dat Thomas Dekker dreed, Bas Schilling en Huub Duin en Goesingen. En daarna kwam Pim en Jetse. En ik was er eentje van. Lausendam komt ook gewoon uit Noord-Holland. Ja, Keireus hadden we ook. Keireus, ja. Maar zo zijn er echt veel jongens geweest. Ja. Die zegt tussen 2005, 2010 dat die echt van de top. Bij de dames hebben we nog een aantal natuurlijk nu gelukkig. Ja. We hebben even Buurman. Ja, maar ja. Dat was bij de heren echt die opkomende belofte categorieën. Dat was echt top in West-Friesland. En dat is nu stukken minder dan... Maar zit er echt helemaal niks van aan te komen? Ik moet echt hard denken. Nou, ja, nee. Niet op het niveau om echt nu te zeggen van die wordt heel snel prof. Ja. En ik hoop het wel natuurlijk, hè, maar ja, die categorie die het nu moet doen, zeg maar, jonge beloftes, die daar zie ik nu niet van. 1, 2, 3. Er gaat toevallig wel een jongen uit Abbekerk naar Aix-en-Provence, dus die treedt een beetje in de voetsporen van. Hoe heet hij? Alexander Konijn. Okay. En ja, zijn vader heel veel bij de club, dus wij kennen die ook al van vroeger. Ja. Ja, die maakt nou ook gewoon de move en die heeft daar een paar keer koers gereden, die viel op en ja, Noord-Hollandse jongen. Zo. Ja, dus die gaat nu dat proberen. Maar ja, het is al geluk geweest natuurlijk. Maar. Die moeten we in de gaten houden. Ja, maar dat zou kunnen. Maar ja, ik denk niet dat soort jongens, die moeten echt nog heel veel laten zien. En als je kijkt naar landelijk gezien, dan zitten er hier nog niet heel veel jongens. Ik heb wel een naam horen fluisteren, iets met Sepp Koning die eraan zit te komen. Ja, hij loopt al, maar die fiets is maar heel interessant. Ik heb hem nou weggezet, want het was nou een tijdje genoeg. Ja. Het was wel weer... Ja, goed, weet je, het is mooi. Het is mooi om een renner die je dan toch, wat we net ook zeiden, van dichtbij je elke keer hebt gevolgd, omdat het ja, dichtbij je woont, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het is ook echt zo'n renner die niet altijd op de voorgrond hoeft het te zijn per se, maar wel echt altijd daar was. Dus niet de waardering krijgt die hij ook wel hoort te krijgen. Want hij is wel gewoon Nederlands kampioen. Hij heeft een heel mooie WK gereden. En zo heeft hij nog heel veel mooie uitslagen neergezet. Ja, zeker. Maar ik denk een beetje vergelijkbaar. Kijk, Tom Lezer of Jos van Emden, dat jongens, daar is hij vergelijkbaar in. En hij dan een beetje onder de radar bij Lotte Soudal bijvoorbeeld, of Lotte Bellisol. En dan totaal, dan heb je precies dezelfde rol. En je valt toch iets minder op, omdat je niet in Nederland... Nou ja, misschien Ramon Sinkeldam is dan wel dominanter, maar die is ook Nederlands kampioen geweest. Wint ook niet altijd heel veel wedstrijden en is misschien dan net even één stapje beter. Maar, maar daar zou je mee kunnen vergelijken. Puur omdat hij echt gefocust is op die lead-out. Ja. Dat hij gewoon de man is voor de maar. En daarom valt hij op. Maar ik denk dat Pim ook voor zichzelf ging. En dan als je dan tweede wordt of derde wordt, wat Sinkel dan in principe niet wordt, dan val je niet meer op. Nee. Je moet winnen en als je dan wint, en dan wordt jullie dat maar ook benoemd. Ja. Zeker. Nou jongens, ik denk dat we hem gaan afsluiten. Ja. Het was wat dat betreft weer een mooi verhaal. Zeker. Wilco? Denk je dat dit de laatste podcast was van dit jaar? Dat weet je nooit. Ik denk het wel. Peter? Ja, ik ben het wel kort. Goed, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook. facebook.com/Arrière de la Course. Twitter, @ArrièreC. Instagram, podcast Arrière de la Course. En ga ook eens kijken op onze website. www.arrièredelacourse.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Course.